En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie kunnen zien aan de titel en aan de thumbnail, heb ik vandaag weer mijn daily make-up routine voor jullie. Ik vroeg jullie laatst in mijn make-up en kwets video of jullie daarvan een update wilden zien, ondanks dat er niet zoveel veranderd is. En het merendeel stemde voor ja, dus vandaag heb ik mijn daily make-up routine. Ik wil jullie heel erg veel plezier wensen met kijken. Doe vast een duimpje omhoog als je er zin in hebt en dan gaan we gauw beginnen. Ik begin als primer met de Nivea Men Aftershave Balsam. Deze is heel erg goed om mijn make-up op zijn plek te houden gedurende de dag. Als ik hem vergeet, blijft mijn foundation een stuk minder mooi zitten. Ik meng op momenten ook twee kleuren foundation, omdat ik nog een beetje bruin ben van de zomer, maar toch wel een beetje weg aan het gaan is. Zit ik tussen twee kleuren in van de Maybelline Fit Me Foundation en deze is heel erg fijn voor mijn droge huid. Aangezien ik een droge huid heb, poeder ik het wel een beetje af, maar niet heel erg extreem. Bij mijn ogen doe ik het wel echt, maar verder een beetje voorzichtig. Vervolgens ga ik verder met deze bronzer van Catrice, als het goed is. Die is helaas uit het assortiment, maar ik heb hem weer herontdekt. Ik kan hem dus helaas niet meer kopen. En dat geldt ook voor deze blush. Het is een limited edition van MAC, van de Caitlyn Jenner collectie, een duo. En deze is echt heel erg mooi. Gebruik ik altijd. En daarop gebruik ik nog de NARS Albatros Highlighter. Echt mijn pareltje uit mijn high-end stash. Ik hou van deze highlighter. Prachtig is die. Maar goed, als die erop zit, dan blend ik alles even goed in mijn huid en in elkaar door met deze poederkwast van Boozy Shop. Zorg ervoor dat het er wat natuurlijker uitziet. En dan ga ik verder met mijn wenkbrauwen. Ik gebruik nog altijd mijn Anastasia Dip Brow Pomade in de kleur Medium Brown. Hij is alleen wel een beetje aan het uitdrogen, dus ik moet echt aan een nieuwe. Mag ook wel na bijna 2 jaar inmiddels. En hiermee deed ik de buitenkant van mijn wenkbrauwen in. En vervolgens gebruik ik deze lichte tint uit het Catrice wenkbrauwsetje voor de binnenkant van mijn wenkbrauwen. Dit zorgt voor een natuurlijkere overloop. Vervolgens doe ik mascara en dit is de nieuwste Glam & Doll mascara van Catrice. Is volgens mij de Fels Lashes Waterproof mascara. Ik pak deze of de gewone waterproof, ligt er maar net aan welke er in mijn stash ligt. En die gebruik ik op mijn bovenste en mijn onderste wimpers. En vervolgens maak ik de look af met MAC Velvet Teddy. En zoals jullie misschien wel kunnen zien, heb ik eindelijk een nieuwe gekocht. Dus ik heb weer gewoon een flinke voorraad gelukkig. Ik maak het daarna nog even af met deze NYX Setting Spray. En dan is de look alweer helemaal af. Dat was dan alweer de video. Hopelijk vond je hem leuk. Laat me vooral weten of ik toevallig ook een paar producten van jouw favorieten gebruik. Lijkt me heel erg leuk om te horen. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!